De stadspartij wil dat het stadsbestuur de sluiting van 2 geldautomaten in 1 week tijd onder de aandacht brengt van de directies van de Rabobank en de ING-bank. Mensen kunnen sinds 1 mei alleen geld opnemen in Hoogkerk als de supermarkt of de regiobank open zijn. Bovendien zijn die geldautomaten snel leeg. Daardoor kon het afgelopen weekend nergens in Hoogkerk geld opgenomen worden. In 2008 begon de crisis natuurlijk bij de banken. En toen is er door de overheid besloten van ja, banken zijn heel belangrijk maatschappelijk belang. En wij hebben als overheid daar heel veel geld in gezet. Dus wij vinden dan ook dat je anno 2014 de banken ook wel een maatschappelijke een maatschappelijk belang terug mag geven aan de burgers in Hoogkerk. De partij dient een motie in over de kwestie. Het is een gebaar en dat is toch wel het minste wat wij als bestuur kunnen doen. Ik heb ook onlangs gelezen inderdaad dat banken ook met elkaar in gesprek zijn van goh, ja, hey, wij zien problemen, duizenden handtekenen Hoogkerk, wellicht gaat het nog meer omlaag qua pinautomaten. Ik denk dat het wel zoden aan de dijk zet. Volgens de stadspartij is het voor de leefbaarheid in de wijken van belang dat er genoeg pinautomaten zijn. En er wonen relatief veel oudere mensen in Hoogkerk. Die groep blijft gewoon groot. En wij moeten wel als stadsbestuur denken van hey, wij komen op voor onze bewoners. Zeker voor zo'n kwetsbare groep die je niet in de steek moet laten. En daarom hebben wij deze motie ingediend. De stadspartij denkt dat het stadsbestuur achter de motie gaat staan. Als ik het huidige coalitieakkoord lees, denk ik dat het wel gaat halen. Want anders haalden ze zichzelf al heel snel in met de burgerparticipatie. Die 15 keer onlangs voorbij kwam met het akkoord. Dus zeker als ze echt aan burgerparticipatie mee willen doen, dan steunen ze deze motie. De gemeenteraad praat morgen over de kwestie.